Daphne. Ja. Vierdaagse. Jij werd een beetje de koningin van de Vierdaagse genoemd bij ons, hè? Nou, ik vind het wel meevallen. Maar leg eens uit, hoe kwam dat? Ja, ik heb met al mijn enthousiasme volgens mij wat content aangeleverd voor items die behandeld konden worden met de Vierdaagse. Nee, nou moet je niet ineens zo bescheiden gaan doen. Ja, wat heb ik dan wel gedaan? Ja, jij was hier gewoon de hele week. En je hebt met jouw enthousiasme en met jouw zijn gewoon iedereen op de rit getrokken. Oh. En daarnaast ook nog gewoon wat items geregeld. Oh, dat is heel lief. Ja, maar dat was echt zo. De groep stond de hele tijd rood gloeiend door Daphne. Van, oh, ik heb dit ja, ik heb dat. Ja. Zal ik dit ook doen? Ik kan dit nog regelen, Dat? Hartstikke leuk. Dus maar ik ben blij dat het zo gewaardeerd is. Want ik vond het ook super leuk om te doen. Het was mijn eerste keer zo bij RN7, de Vierdaagse. Ja. En ik heb al gezegd, volgend jaar ga ik gewoon vakantie nemen. Ga ik gewoon een hele week hier echt zijn. En meehelpen om het leuk te nou, ja. Als er een Vierdaagse is, dan natuurlijk. Wat het ook mag zijn, die week. En anders maar niet. Ik bedoel, dat is dit jaar ook prima gegaan, toch? Ja, dat is wel waar. Dat doen we weer verslag van alles wat er niet is. Ja, precies. Ja, jij mag zo meteen in de grappelton grabbelen. Zoals ik dat straks ook al vertelde. Ja. Maar daar moet je wel iets voor doen. Nou ja, ik wist in eerste instantie niet zo goed wat ik daarvoor jou moest laten doen. Maar ik denk van ja, misschien een klein Vierdaagse quizje. Nou, leuk. Maar ik wil wel hulplijn Daan inzetten natuurlijk. Oh jee. Doe het maar andersom, goed. Zoals net. Ja. Het zijn waar of niet waar stellingen, dus zo moeilijk is dat. Oh, dat is wel heel fijn. 50% kans. Het zijn de vijf waarvan de vijf eigenlijk een soort bonus is. Dus je kunt alleen maar winnen eigenlijk. Yes. Waar of niet waar? Dit jaar blikten we terug op de afgelopen jaren van de Vierdaagse in het programma De Vierdaagse Loopt Door. Ja. Nee, dat is niet waar. Is dat niet waar? De Vierdaagse loopt terug. Oh, ja, ik heb het wel gewoon heel zitten kijken. Wat erg dat je dat dan niet onthoudt, de titel. Ja, maakt niet uit. Kan gebeuren. Was een inzinkertje. We gaan snel verder. De ochtendshow op de radio, die werd dagelijks verzorgd door Miguel en Dominique. Nee, door Imke. Ja! Ja. Oh, wacht, ik zoek even mijn applaus terug. Maar ik vond hun ook zo leuk samen. De derde. Oh ja. Him for the Weekend, die zond een speciale Vierdaagse editie uit met alleen maar muziek van de feesten. Oh, maar die hebben wel van de feesten. Ik weet wel dat heel veel Nederlandstalig was. Ja, er zat volgens mij geen marsmuziek in, dus ik denk dat het niet van de Vierdaagse zelf was. Ja, dus dan zou het de feesten moeten zijn. Ja. Zeggen we ja? Zeggen we de feesten? Ja, zou ik doen, denk ik. Waar of niet waar? Ja, dat is waar. Hey! De ene laatste. Op het YouTube-kanaal van RN7 zijn meer dan 40 video's te zien van de afgelopen Vierdaagse week. Waar of niet waar? Meer dan 40? Oh, Daan, help me. Jij hebt ze allemaal... Ik heb ze allemaal ingesproken. Oh, ja. Nee, is niet waar. Ik heb ze niet alle 40 ingesproken. Ik denk dat het waar is. Ja, ik denk het ook. Want het zijn er wel heel veel. Ja, nee, helaas waren er 33. Oh. Nee, wat slecht. Oh, hebben we er maar 33 opgenomen? Dat is veel, hoor. Ja, dat is veel, zo waar. Ja. Een weekje. En ook veel gekeken. Hè? Waarin eigenlijk niks gebeurde. Maar toch ook wel heel veel wel. Ja, dus blijkbaar wel. Je hebt er 2 goed en 2 foutjes. De laatste die gaat de doorslag geven. Waar of niet waar? Daphne is benoemd tot onze Vierdaagse koningin. Ja! We gaan naar de grabbelton. Oh, spannend. Ik wil hem komen brengen, maar ik ben bij de knoppen even. Dus als jij nou je microfoon meeneemt, dan kun je even... kijk. Nou, dan kun je ondertussen vertellen wat er gebeurt. Zo'n zwenghengel ding natuurlijk. Een zwenghengel. Heb jij de tune nog, of niet? Heb ik die nog? Ja, wacht eventjes hoor, Daphne. 1, 2, 3. Oh, het is ook spannend. Maar het is ook heel goed. Er zit ook van alles aan opvulling in, hè? Ja. Ja, Rick heeft speciaal ervoor de krant moeten lezen. Ja, ik neem deze. Ik vind het papier ook leuk, Daan. Mooi is het, hè? Als je hem nou heel voorzichtig uitpakt, dan kun je het papier gewoon meenemen naar huis. Meisje van Frozen. Elsa. Oh, dat weet je, Elsa. Is een lievelingsfilm van Miguel, heb ik gehoord. Ik heb auto's. Nee. Ik heb auto's. Nee. Figure erasers. Nee. Ja. Wat zijn het? Het zijn de gummen. In auto's. In jouw lievelingsvoertuig heb ik geleerd. Alles wat snelheid heeft. Ja, kan ik jou verleiden om te ruilen? Ik heb roze luchtverfrisser. Ik ga er eens even over nadenken. Zullen we dat na de uitzending even doen dan? Oké. Okay. Leuk, dankjewel. We gaan het weekend in Luiden, denk ik. Ja, lekker. Laten we doen met lekkere paar remixen. Heel goed.